Ja jongens, daar zit je dan op dezelfde dag als dat je de video van gisteren hebt opgenomen met de einduitslag van je examens. En jullie raden het waarschijnlijk al, het staat in de titel, ik ben gezakt. En ik weet niet hoe ik me bij voel, ik voel me natuurlijk niet heel erg kut door, omdat ik zelf wel wist dat dit jaar niet echt goed ging. Ik doe even een capuchon op, want mijn haar is echt shit. Maar in ieder geval, ik ben nog niet helemaal klaar. Want als je deze video kijkt op het moment, zit ik op school, want ik kan nog slagen. Ik moet nog 1,5,6 halen en dan ben ik gewoon geslaagd. Dus ik heb hier mijn cijferlijst en we gaan gewoon samen mijn cijfers door nemen. Maar in ieder geval, wat het dus is, is ik ben gezakt. Ik ben afgewezen voor, wat staat hier? De kandidaat is voor het eindexamen afgewezen. Dus ik ben officieel afgewezen, maar ik kan dus nog mijzelf redden door een 5,6 voor mijn Frans leestoets te halen. En ja, dat gaat lastig worden, maar ik ga er gewoon mijn best voor doen. Want dat staat natuurlijk in 3 dagen leren een heel jaar school op spel. Het maakt mij niet heel veel uit als ik blijf zitten. Heb ik natuurlijk al gezegd in de video van gisteren, omdat ik dit jaar echt 0,0 eraan heb gedaan. Maar, we gaan het nu gewoon proberen. Ik heb hier als eerst voor je mijn cijferles, die gaan we gewoon samen doornemen. Voor de Nederlandse taal heb ik gewoon een 6 weten te halen, dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Voor de Engelse taal heb ik een 7. Voor de kunstvak, 1 gemeenschappelijk deel van vorig jaar, dus tekenen, wat ik niet mee heb genomen, maar wel meteld, heb ik een voldoende. Voor maatschappijleer deel 1, dat is ook vanaf de derde, heb ik een 7. Dus dat is mijn allereerste compensatiepunt al, samen natuurlijk Engels. Ik heb voor lichamelijke opvoeding heb ik een voldoende. Dat is gewoon gym natuurlijk voor de mensen die dat niet weten. Voor mijn rekentoets 2F heb ik een 4. Maar die telt niet mee. En dan hebben we namelijk zeggen de vakken van mijn sectordeel. Dat zijn Frans en economie. En voor beide heb ik een 5. En de exacte cijfers zal ik zo meteen opnoemen. En dan voor de vakken van mijn vrije deel, dus die ik zelf heb uitgekozen, zijn natuurkunde en scheikunde. Dus bij elkaar biologie en maatschappijleer. En dan heb ik voor natuur en scheikunde een 5. Voor biologie een 5. En voor maatschappijleer een 6. Dus laten we nu even de normale cijfers die ik gehaald heb om mijn centraal examen te zijn. Voor Nederlands een 6,7. Voor Engels een 7,1. Dan hebben we hier Frans heb ik een 4,1. Dus van een 4,1 moet ik naar een 5,6 gaan. Economie een 4,6 en natuur en scheikunde 4,6, biologie een 3,9. Als ik daar een 4 voor had gehaald, dan had ik nu geslaagd geweest. Als ik nu een 4 had gehaald voor bio, had ik gewoon geslaagd geweest, jongens. Besef dat eventjes. En dan voor maatschappijleer een 5,9. Dus als we dan gaan rekenen, heb ik 4 vijven en je mag geen 4 vijven hebben, je mag 3 vijven hebben. En dat betekent dus, als je dan eentje weghaalt door middel van natuurlijk een compensatiepunt, heb je er 2. En door die 3,9 ben ik dus gewoon screwed. Door die 3,9 ben ik op dit moment gewoon blijven zitten. Als ik die hoog had gehaald, samen met bijvoorbeeld maatschappijleer een 6, had ik gewoon geslaagd geweest. En dat is echt iets wat ik dus bijvoorbeeld niet heel erg chill vind, weet je. Ik ben gezakt. Het is logisch. Het is terecht dat ik eigenlijk ben gezakt. Dat ik gezakt ben in ieder geval. Maar wat nu wel fucked up is, is dat ik op dit moment op school zit. Het is niet fucked up, dat bedoel ik niet. Maar gewoon het gevoel wat je krijgt. Ja, ik kan het je niet uitleggen in ieder geval. Maar ik ben op dit moment in ieder geval op school kaart aan het leren voor Frans in ieder geval. Hopen dat ik het niet kan halen, dat ik het nog kan halen. 5,6 heb ik maar nodig, jongens. Een 5,6 heb ik nog maar nodig. Het is echt helemaal niks eigenlijk als je zo bedenkt. Maar we gaan het gewoon proberen. Maandag heb ik mijn nieuwe herkansing. Dus wij gaan ervoor strijden. En daarom neem ik deze video op dit moment ook op. Omdat ik normaal in de ochtend natuurlijk mijn video's opneem. En dat op dit moment niet kan omdat ik om 7:15 naar school moet. Dus dat gaan we morgen doen. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie morgen om 3 uur te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal, jongens. Tot morgen. Later.